Hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 4 augustus en het is weer een druilerige, vervelende, regenachtige dag. Maar ja, het schijnt dat heel augustus zo wordt. Dus laten we er niet bij stilstaan. Laten we gewoon iets leuks aantrekken waar we blij van worden. Ik denk een vrolijke broek, dus de vrolijke broekenla gaat open. Het wordt groen. Oké, nou dat was snel. Dat was heel snel groen. Groen. Moet het iets met lange mouwen zijn? Of gewoon wit. Een witte trui. Druggels. Dit is denk ik niet leuk. Dit is wel een heel leuk topje. Dit vind ik een beetje heftig. Ik ben niet zo in de mood voor heftig vandaag, merk ik. Misschien gewoon zwart. Een zwart topje. Turtleneck. Oh, bruin. Zal ik eens bruin doen? Is dat mooi? Ik ga een beetje. Ik zo besluiteloos. Ik ga bruin doen. Ik weet niet wie zijn idee een hemdje was, maar het is echt te kuif. Dus ik heb toch deze zwarte erbovenaan getrokken. En mijn witte schoenen. Heel even bij de Action, want ik had tape nodig en veters. En toen liep ik ineens bij de vrouwenafdeling. En oprecht, ze hebben hele leuke slippertjes nu. Deze vind ik heel leuk. Deze, een soort van Birkenstocks. Maar ja, ik heb al zoveel slippers in mijn leven. Ik mag het van mezelf echt niet meenemen. Ook leuk. Maar waar ik eigenlijk voor wil kijken. Kijk nou. Wat mega cheap van die nep All Stars. Maar ja, lopen ze lekker? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Waar ik eigenlijk voor wil kijken. Was de sieraden. Sowieso zijn alle bloempotten momenteel echt super leuk. Echt hele leuke stijl. Hier ook nog kleintjes. En deze vaasjes. Nou, dit is toch te cute. Ik ga dit allemaal helemaal niet meenemen. Maar ik wil het wel allemaal hebben. Heel erg leuk. Kijk even naar deze te leuke potjes die je kunt ophangen. En hier onderin deze droogbloemetjes. En die zijn maar 3,50. Ik ben nog even doorgelopen naar de Albert Heijn. En hier in het gepoelde gedeelte staan dus die soepjes die ik laatst liet zien. Pompoenwortel had ik laatst, die is heel lekker. Deze heb ik nog niet gehad. Deze was ook echt lekker. Dit staat er niet meer, dus broccoli spinazie. Deze neem ik nu mee, denk ik. En we hebben ook nog zoete aardappelpaprika. Oh, had ik die? Oh, die had ik, ja. Niet die pompoen. Pompoenwortel? Tot wanneer zijn ze goed? 8 augustus. Dus 4 dagen. Nee, ik ga niet twee van die soep in 4 dagen eten. Ik denk dat ik voor de bloemkoolprei ga. Niet mega veel Action aankopen. Eventjes wat zakken. Nieuwe tandenborstels. Handzeep. Ik vind dit pakketjes moeten ingepakt worden. En de tape is bijna op. Dus een goede voorraad tape. En ik heb dus de... veters voor deze schoenen, want deze, daar werk ik dus nog in. Maar het grootste probleem, ja, ze zijn nu ook gewoon vies, maar die kan ik nog wel schoonmaken. Maar het grootste probleem is dat die veters dus niet meer schoon worden. Dus ik dacht, volgens mij als ik een nieuwe veters instop, dan kunnen ze best nog wel iets meer oké eruit zien. Ze hoeven er niet fantastisch uit te zien, omdat het maar werkschoenen zijn. Maar ik dacht, ja, voor een makkelijke aankoop van veters, hè, wie weet. Wat hebben jullie gedaan? Kijk nou, ik kom thuis. Liggen mijn schilderijen er ineens af. Dit is een raar verhaal. Wat heb jij gedaan? Ja, jij was het, hè? Misschien hebben ze wel helemaal niks gedaan en zijn ze zich helemaal op apenlazerus geschrokken. Omdat ze ineens naar beneden kwamen, maar het is wel gek. Maar ja, in ieder geval. Ik heb dus lekker de broccoli prijssoep met afbakbolletjes nog even gehaald. En een flesje Sprite en een flesje rode wodka. Want ik zei, Em, vind je het ons gezellig om vanavond even een drankje te komen doen? Ik zeg, ik heb niet de behoefte om echt te stappen. Maar ik vind het wel lekker om gewoon...
Ja, wie weet op balkon. Over balkon gesproken. Vida XL heet het toch? Ik heb dus contact gehad. Even kijken. Ik moet even niet op vuilniszak erin. En eigenlijk super goede service. Want ik kreeg dus van heel veel mensen van... Oh, echt slechte service en bla bla bla. En toen dacht ik, oh, dit is echt een miskoop geweest. Maar ja, eigenlijk was het best wel netjes. Ze zeiden, je kan hem terugsturen. En dan krijg je binnen 4 dagen de juiste. Of je krijgt een 30 euro voucher voor op de website. Of 20 euro korting als je hem houdt. Nou, en in eerste instantie dacht ik, ja, als ik hem hou, ik wil hem toch niet. Dat is het hele ding. Ik wil graag zwart. Maar het pakket is 35 kilo. Dus toen dacht ik, ja, dat lukt me gewoon niet in mijn eentje. En dan moet ik hulp vragen. En iedereen zei ook, maar grijs is toch juist handig met de katten. En toen dacht ik, ja, daar heb je wel een punt. Als de katten er ook op gaan liggen met dat zwart, dan zie je dat heel erg. Dus ik dacht, oké, ik kies eieren voor mijn geld. Ik kies voor die 20 euro korting. Dus heb ik gestuurd. En ja, daar heb ik nog niks op terug gehad. En het is nog niet veranderd, want ik had het via Klarna gedaan. Dat doe ik vaak met dit soort dingen, omdat ik dan denk, wil eerst zeker weten dat het goed is. En dan is het heel chill. Want dan, zeg maar, nu heb ik bij Klarna ook aangegeven van, hey, er is een probleem. En dan hoef je ook niet te betalen. Dus weet je, zolang die 20 euro er nog niet af is, ga ik ook niet betalen. Want ja, het is wel hun fout. En ik vind wel dat ze daarvoor moeten boeten, zeg maar. Dus, nou ja, in ieder geval fijn dat het... En ik ga hem nu niet opbouwen. 1, omdat ik denk dat ik een boormachine nodig heb. Dus die moet ik even van mijn vader lenen. Want het is letterlijk alleen maar losse plankjes. En 2, ja, het is echt verschrikkelijk weer. Dus het is echt niet de moeite waard. Oké. Even nadenken. Wat ga ik nu doen? Ik ga een wasje aanzetten. En dan duik ik even achter mijn laptopje. Ik had het dus nog met mijn moeder over mijn gezonde week. Ik heb deze week de hele week alleen maar gezond gegeten. En voor mezelf gekookt. En als iemand dat kan waarderen, dan is het mijn moeder. En ik kreeg dus nog de tip voor die... hoe heet dat? Hartige taart. Dat als je de groente eerst bakt, dan bak je het vocht eruit. Dus is de kans op vocht al minder. En een beetje bakpoeder op de onderkant van de bodem zorgt er ook voor dat het minder nat is. Dus het verdient een tweede poging. Maar dat was gisteren deze gekocht. Daar liep ik langs en dat vind ik zo lekker. En mijn urge voor iets zoets was zo groot en ik snapte er niks van. En ik dacht, nou ja, weet je, ik ben hartstikke goed bezig. En ik wil ook wel gewoon af en toe iets lekkers en dat moet ook gewoon kunnen. Maar nu ben ik dus net ongesteld geworden. En dat verklaart de urge naar chocola. Maar het is 9 dagen te vroeg. Nou ja, ik moet zeggen wat ik laatst zei. Van ik merk wel dat de vermoeidheid eruit komt. En dat mijn lijf rust nodig heeft. Dus nou ja, blijkbaar... Het geeft hij hier bij deze ook even aan dat het nog steeds niet helemaal lekker is. Vandaag begonnen. Nou ja, ik vind het gek. In ieder geval, ik ga lekker mijn chocola opeten. Het is dus pas 4:30, maar ik heb gewoon trek. En nu dacht ik... Ik ging er een soort van vanuit dat die soep die ik maandag heb gemaakt, die zoete aardappel, zat er nog meer bij, vrijdag is. Dus ik heb maandagavond gemaakt, dus dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond, 4 dagen. Maar hij ruikt goed en hij ziet er ook goed uit, dus ik denk dat het gewoon nog kan. En dan vind ik het een beetje zonde om die andere te maken, dan ga ik liever deze nog even opwarmen. En dan ga ik gewoon nu al eten. Ja, 4:30 is vroeg. Maar weet je wat het is? Emma komt natuurlijk ook straks. We hebben niet echt een tijd afgesproken. Maar misschien vindt ze het wel lekker om straks nog iets te bestellen. En anders heb ik ook nog... 1, 2, 3. Ja. Van die lekkere tukkies. Ik zet erop. Die tukkies. Baked rolls. En dan... Dit is echt mijn favo. De tomaat olijf. Ik kan ook nog een broodje maken. Ja,
Ik ga gewoon vast eten. Oh, ik ga sowieso ook een broodje. Misschien nog wel twee broodjes bij de soep dan. Ik weet, ik ben echt een... Hoe noem je dat? Onverzadigbaar. Een bodemloze put. Dat wil ik zeggen. Dit is echt precies waar ik zin in heb. Oh, joh. Kijk even. Hij wordt zo lekker zacht en romig in die Magic Bullet. Echt een goudding. Zit ik ineens in chill outfit op de bank. Emma voelt zich niet zo goed. Dus die zei, vind je het heel erg als we het niet door laten gaan? Ik zeg, schat, geen probleem. Maakt me echt niet uit. Ik zeg, je hoeft hier echt niet met tegenzin te gaan zitten terwijl je niet helemaal fit bent. Dus ik heb gewoon een chill broekje aangetrokken. Een chill trui. Mijn laatste chocoladereep opgegeten. Is wel jammer. Hallo, wat is er? Deze heeft honger, denk ik. Oh, dat was een heel zielig mouwtje. Oh ja, die ander komt er gelijk op af. Die denkt, hier gebeurt iets. En dan ga ik denk ik gewoon eventjes een marathon Love Island doen. Want je hebt dus die Engelse, UK, die staat op Videoland. Vind ik echt de leukste versie. De Nederlandse is oké, maar is allemaal een beetje net niet of zo. Australische en Amerikaans is allemaal weer... Nee, ik weet niet. Het is echt, UK is de leukste. En ik loop best wel achter, dus ik kan een dikke vette marathon doen. Hoe wil je je vrijdagavond anders besteden? Dit is wat je wil. Nog meer goed nieuws. Ik heb ook een zak chips. En ik denk dat die zo ook open gaat. Heerlijk. Ik zit nu heel eventjes op de laptop een paar reacties te bekijken en te antwoorden. Maar dat is ook klaar. Oh, je laptop is lekker warm. Ik heb het gewoon een beetje koud. Ik heb ook een trui aan gewoon. Ik had al gedacht om een freaking trui aan te doen in freaking augustus. Ik ben er gewoon een beetje chagrijnig van. Maar niet van het feit dat ik gewoon een avondje kan chillen. Ik ga verder ook, want ik zou misschien... Ik had het al wel in mijn achterhoofd. Misschien gaan we nog wel uit. Maar nou, nu is het al helemaal klaar. Kijk ook even nuttig. Het schilderijtje hangt weer. Want ik had dus deze nog. Die kun je gewoon bij de bouwmarkt kopen. En dit zijn van die kleef... spijkers. Super, super fijn. Die beschadigt dus de muur niet. En die had ik al gekocht voor... Er hing hier ooit, toen ik ze kreeg, nog eentje. Alleen deze muur, die brokkelt dus af. Dus ja, spijkers, deze hebben een... hoe noem je zo'n ding? Ja. Nou moet ik echt bouwtechnische termen gaan gooien die ik niet ken. Zo'n plug. Hey, die hebben een plug en dan blijft het wel zitten. Maar, ik zal deze even afhalen. Dan kun je kleefspijkers zien. Kijk, zo ziet het er dan uit. En als je ze los wil hebben, dan trek je hier aan de onderkant en dan letterlijk laten ze gewoon los. Ze kunnen een kilo hebben, maar ze hebben ze ook groter voor zwaarder. En verder, ja, ik kan het wel even laten zien. Er zitten er drie bij. En nou ja, logischerwijs, je trekt deze gewoon los van het velletje. En dan is het gewoon een kwestie van letterlijk op de muur plakken. Ik moet een klein beetje op mijn tenen staan, maar ik heb dus gezien dat ik hem echt letterlijk hieraan op de onderste moet. De onderste gaatje moet plakken. En wel een beetje recht. En mocht je hem niet recht doen. Ik heb er nu dan toevallig twee nodig voor één schilderij dat liggend is. Maar een staand schilderij heb je er dus maar één nodig. Dan heb je nog een paar reserve. Ik vind dit oprecht een beetje spannend. Want alles wat met meten te maken heeft, ben ik toch altijd een beetje bang dat het niet goed gaat. Nee, wel zo. Denk ik. Oh nee. Ik heb ze toch andersom. Ik denk dat dit er heel gek uit gaat zien. Omdat ze er dus echt letterlijk nog nooit gehangen hebben. Oh. Waar zit die? Oh. Oh. Maar dit gaat toch ook nu al niet goed? Want hij moet wel zo. Nee. Het gaat echt helemaal mis. Ik weet niet wanneer ik dat gedaan heb, maar ik zit er echt falikant naast. Dit is echt heel dom. Nou ja, het scheelt dat ik dus twee verpakkingen had en dat ik dus twee van die plakstrippen over had. Oh, hè? Nou, oké. Ik kan nu wel laten zien hoe je ze eraf trekt. Hey, kijk. This is meant to be. Maar volgens mij kosten die dingen dus... 4 euro of zo? Ja, dat denk ik wel. Wat je dus doet, je trekt hier aan. En dan trek je hem zo, hotsi-flotsi. Als hij iets langer zit, dan trek je hem zeg maar langzaam helemaal uit zijn voegen.
Nou, dan kun je hem hergebruiken. Het is echt, nou niet hergebruiken, dan heb je geen gat in de muur. Het is echt top. Nou, inderdaad, ik moet er heel erg aan wennen dat het er 4 zijn. Het wordt ondertussen donker, dus je kan de print van de bovenste ook niet zo goed zien. Maar het is een bloem. Maar ik ga er gewoon weer even aan wennen. En anders kan ik hem daar altijd nog afhalen. Het is wat kolossaler gelijk, hè? Maar zo was het wel, zeg maar, wat ik bedoeld had. Kijk of ik eraan kan wennen en anders haal ik hem gewoon weer weg. Ik en mijn half leeg gegeten zak cheese en chips gaan er een einde aan breien. En lekker douchen. Oeh, over douchen gesproken. Ik heb gisteren echt een soort van impuls aankoop gedaan. Waarvan ik dacht, waarom heb ik hier nooit eerder aan gedacht? Ik had dus zeg maar, hij ligt hier nog, de standaard douchekop die gewoon erop zat toen ik hier kwam wonen. En wel op zich volgens mij een goed merk. Staat hier in het midden, Grün of zoiets. Het zal wel Duits zijn denk ik. En ik heb zeg maar altijd in de winter dat het gewoon, dan is het super koud in die badkamer en is het gewoon niet warm genoeg. Omdat het best wel een kleine straal is en ook heel weinig druk. En dan weet je natuurlijk nooit zeker of de druk aan de kop ligt of gewoon de waterdruk. Maar dacht ik, ik kan wel een grotere douchekop kopen, waardoor het in ieder geval meer over mijn lijf verspreidt. Dus ben ik op mijn middagwandeling. Nu gaan jullie natuurlijk heel veel herrie horen, want de ventilatie gaat aan. Op mijn wandeling een grotere douchekop gaan halen. Je kan het niet zo goed zien, maar hij is ongeveer even groot als mijn hand. Hij is echt, echt, nou ik ga die andere er ook bij halen ook. Dan kun je het wel zien. Echt een stuk groter dan de ander. En ik zweer je, het lag dus wel aan de douchekop en niet aan mijn waterdruk. Zo moet ik het wel filmen. De druk is veel hoger. En ik weet, het betekent dat je ook meer water gebruikt. Maar ik douche over het algemeen als ik 's avonds ga zwemmen daar. En als ik douche niet mega lang. Dus ik mijn watergebruik is echt wel oké. En ik heb het zoveel warmer en het douchen is zoveel fijner. Dat ik echt denk, ik woon hier 7 jaar. En nu ineens had ik het idee om dit te doen. Echt. En ik heb hem bij de Praxis gekocht en hij was 27 euro. Best wel 27 euro gespendeerd afgelopen maand. Ja, ik wou zeggen, ik heb het Nutribullet, maar of de Magic Bullet, maar die heb ik niet zelf gekocht. En dat is ook alweer bijna 2 maanden geleden. Maar ik ga er lekker onder springen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.